Zondag 2 juli, Vitoria Gasteiz San Sebastian, weer door het Baskeland. Bekend koersterrein, 209 kilometer. Jij wist mij net te vertellen dat dat de langste rit van deze tour was. Vijf beklimmingen, Col Dudana, Côte d'Astiria, Côte d'Alquiza, Côte de Gurruz. Ik ben blij als dat klote bad van Baskeland uit zijn. En Jijski Bel, 8,1 kilometer, 5,3%. We volgen Thierry. Ja. Beetje hetzelfde als gisteren, iets minder puntje. Ik denk dat Victor Lafay dit misschien ietsjes minder vindt, bijvoorbeeld. Maar ja, het gaat een interessant verhaal worden, want Jumbo, het allerbelangrijkste is natuurlijk de Tour de France winnen. Ja. Alleen zij hebben natuurlijk, bij UAE is de druk eraf. Die hebben de gele trui en die hebben een rit gewonnen. En Pogacar had anders die rit heel makkelijk gewonnen. Want volgens mij kwam hij met redelijk wat overschot binnen gisteren. Ja. Dat zag er heel fris uit. En het nadeel vandaag is, kijk, je gaat de Jijski Bel over. En stel je voor, bovenop, Van Aert zit er nog bij. Op Hangen en Burgen. Ja, daar hebben ze nog 16,5 kilometer te gaan naar de streep. Ja, dan moeten ze gaan rijden op kop. Om bij elkaar te grauwen. Maar ook als je met een Pogacar naar de finish rijdt, Van Aert, heb je niet 100% gewonnen. Ja, misschien wel als je de hele dag vlak hebt gekoerst en je moet dan tegen elkaar gaan sprinten. Ja. Maar die vinnigheid en die altijd maar willen koersen. Dat heeft Pogacar, dus ja.